Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze Haarlemse Explainer. Speciaal voor jou hebben wij een reeks gemaakt waarin we jou de belangrijkste onderwerpen gaan uitleggen van de beruchte Nota Parkeerregulering, waar op 6 maart 2024 een referendum over gehouden wordt. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over Canadees parkeren, de kosten voor jou en je bezoek en wat wil de gemeente nou eigenlijk? Kijken dus. Haarlem heeft ruim 160.000 inwoners. Bij elkaar hebben we in de hele gemeente zo'n 70.000 auto's. En zijn er in heel Haarlem 60.000 parkeerplaatsen. 60.000. Dat is net zoveel als 150 voetbalvelden. Voetbalvel. Nou, misschien had je de rekensom zelf al een beetje gemaakt, maar 60.000 is natuurlijk minder dan 70.000. Hey. Nou, en hierdoor is in sommige wijken de parkeerdruk hoog. De gemeente meet de parkeerdruk om de twee jaar en wil nu in wijken waar deze druk hoger is dan 85% betaald parkeren invoeren. De parkeerdruk komt boven de 85% uit als het op zijn drugs gemeten moment meer dan 85%, let op, legale parkeerplaatsen van de 100 beschikbare parkeerplaatsen bezet zijn. Volg je me nog? Tot nu toe wil de gemeente betaald parkeren alleen uitbreiden als daar voldoende draagvlak voor was in de wijk. Nu wil de gemeente automatisch betaald parkeren invoeren als de parkeerdruk boven de 85% uitkomt. Daardoor wil de gemeente dit nu gaan uitbreiden naar elf wijken. Dit zijn de wijken: Amsterdamse Wijk, Duinwijk, Haarlemmer Houtkwartier, Houtvaartkwartier, Indische Wijk, Slachthuiswijk, Terkleefkwartier, Transvaalwijk, Delftwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. En vond je dit nou een leuke video? Of wil je meer van deze Haarlemse Explainers? Laat het even weten in de reacties hieronder. Of doe een duimpje omhoog. Misschien tot de volgende. Doei! Staat mijn parkeermeter trouwens niet? Loopt hij nog even?